bent hier vrijwilliger in het Huis van Katoen geworden. Nou, vrijwilliger is eigenlijk een beetje een groot woord. Hulpje. Hulpje. Nou, ja, maar ik heb wel begrepen dat je regelmatig te vinden bent hier. Jawel, jawel. Als ze me nodig zijn, of als ze iemand nodig zijn, kunnen ze me altijd bellen. Maar in principe ben ik alleen 's maandags middags bij het klusteam. Maar ja, zoals nu met het versieren voor de kerst. Ja, nou, dat vind ik leuk werk en ja, daar kunnen ze mij voor roepen. Ja, want vanuit die Veenstra dansschool zijn jullie wel gewend om iets mooi te moeten aankleden, of niet? Ja, zeker. Wij jaren gedaan natuurlijk en met de dansschool. En daar hadden wij ook een team van 20 personen. Die dan de hele zaterdag kwamen versieren. En dat was ook een heel werk. Maar dan hadden wij elk jaar wel ongeveer hetzelfde idee. Kijk, en iedereen wist dan wat ze doen moesten. En dan hadden we met een dag alles klaar. En dat proberen we hier dus nu ook. Ja, want het wordt wel een prachtig kerstschouwspel als ik dat zo zie. Ja, ik vind al als je wat doet, dan moet je het ook goed doen. Dan moet je niet voor de helft wat doen. Of iets hier en iets daar. Maar dan moet er ook een lijn in zitten. Nou, en net wat ik zei, mijn vrouw is daar goed in kleuren bij elkaar zoeken. Dus vandaar ook de diverse kleuren die in elkaar overgaan. En wanneer zijn jullie ermee begonnen? Nou, we zijn eigenlijk gisteren ermee begonnen. Ja, eigenlijk vorig jaar al met het verzamelen van de diverse kerstspullen. En gisteren hebben we alles een beetje hier neergezet. Gesorteerd, wat bij elkaar kwam. Het plan gemaakt van waar komt welke kerstboom, welke kleur komt op welke plek. En vandaag zijn we vanmorgen om 9 uur zijn we dus begonnen met het optuigen. Ja. Ja, want hoeveel kerstbomen zijn hier ondertussen wel niet geplaatst? Nou, ik heb ze niet geteld, maar ik denk tussen de 10 en 15. En dan al die stukjes en al die lampjes. Ja, dat komt er ook allemaal bij. En dan die fantastische kleurenkerstboom, hè? Van Ria, oh, die springt eruit. Met allerlei kleuren, daar werd ik helemaal kapot van. In positieve of negatieve zin? Nou, laten we zeggen dat ik positief negatief ben. Of negatief positief. Dat weet u nog dat niet. Dat weet ik nog niet. Nee, maar kijk, iedereen die heeft zijn inbreng. En we proberen het iedereen naar de zin te doen. Dus al met al wordt het een prachtig Huis van Katoen kerststijl geheel. Ja, zeker, zeker, zeker. Die kerst, daar kunnen ze in het Huis van Katoen wel vast beginnen mee te vieren. Zeker weten, ja zeker. Dank u wel. Graag gedaan.